Ik ben Timon, ik ben 8 jaar en ik ga Erik straks vertellen wat de Catalyst 9000 van Cisco kan. We interrupt this program with a special report. Zo, Axians, nu staan jullie. Ik ga jullie challengen om deze message in de markt te zetten. Snelheid, eenvoud, bescherming, zelflerend, veilig en dat er geen blokkades zijn. Jongens, dit is het platform van de toekomst. Laat me dat zien. It's gonna be great. It's gonna be huge. We're gonna love it. Vandaag de eerste challenge. Ik ben door Harold gevraagd om naar Loosdrecht te komen. Het lijkt op iets van een basisschool of zo. Het heet de Katamaran, dus misschien gaan we zeilen. Ik ben heel benieuwd. Oké, dankjewel. Beste Erik, hierbij jouw eerste challenge. Cisco's Intuitive Network staat voor eenvoud. Een netwerk dat je begrijpt. Zelfs een kind kan de was doen. Kun jij Caitlin en Timon aan jou laten uitleggen hoe het Software Defined Network precies werkt? Groeten Harold. Dus ik heb 2 kinderen hier waarschijnlijk die ik uit moet gaan leggen hoe networking werkt. Ik ben heel benieuwd. Oké, we zijn dus nu in de basisschool en ik ga 2 basisschoolleerlingen uitleggen hoe het zit met Software Defined Networking, Campus Fabric en de Catalyst 9000 met Intuitive Networking. Het zal wel niet zo eenvoudig worden, maar we gaan ons best doen. Hey, hebben jullie ook een iPad thuis of niet? Ja. Ja? Speel je daar veel mee of niet? Timon wel. Ik vooral. Ja? Wat doe je daarmee dan vooral? Heel veel spelletjes. En doe je ook wel eens spelletjes tegen iemand anders op het internet? Ik wel. Ja? Wat is het internet, weet jullie dat? Daar kan je spelletjes spelen en daar kan je ook allemaal dingen opzoeken. Ja. En weet je hoe dat werkt op het internet? Daar gebruiken ze deze voor. Op het internet zijn heel veel van deze doosjes. Ik ben heel even jullie meester. En dan moet ik even uitleggen wat hij doet. Zie je dat, deze? Die gaat hier aan de achterkant gaat hij in de digibord. En kijk, die kan hier precies in. Moet je maar opletten. Nee, moet ik een klein beetje omdraaien. Kijk zo. En dan hoor je zo klik. Duw me aan. Hoor je? En dat is wat. En nu is die aan. Hey Caitlin, weet jij wat dit is? Wat gaan we met die ballen doen? Wat gaan jullie aan de uitleggen? Dit zijn de boze mensen, dit zijn de YouTube-video's. Ja. En normaal gaan ze allemaal door elkaar heen. Ja, hoe ziet het eruit wat te doen? Ja, dat is dan het internet. Maar de Catalyst 9000 zorgt ervoor dat die niet allemaal door elkaar heen gaan en gewoon bij elkaar blijven. En dat doet de Catalyst 9000. Kijk. Nou, zo simpel is het. Van Cisco. Van Cisco. Hey, goed man. Nou, als Timon en Caitlin zelfs kunnen uitleggen hoe het zit met Intuitive Networking, dan moet het onze client managers ook zeker gaan lukken.